Zoals al in de krant stond, je ging ervan uit dat je contract was afgelopen, maar moest toch verlengd, of werd toch verlengd. Hoe komt dat misverstand in de wereld? Laat me het zo bijhouden. Er is een persbericht vandaag de deur uitgegaan. Dat hebben jullie ook gelezen. Ja. Ik had afgelopen vrijdag een gesprek met MV, een heel positief gesprek. En, ja, daar is mededeling, een bepaalde dingen gezegd en zo. En, nu is het heel belangrijk dat ik gewoon bij MVV gewoon weer train en zo. En daar wil ik het eigenlijk bij houden. Oké. Ja, nogmaals, Mark Velmaat is erbij gekomen als nieuwe spits in plaats van Rijke Mar. Hoe klikt het tot nu toe? Je hebt weinig meegetraind natuurlijk, ook weinig meegespeeld. Maar de eerste indruk van je? Ik heb hem nog niet 1, 2, 3 gevolgd, maar ik ken hem wel... van Sparta en zo. Dus ja, ik denk dat MVV een hele goede set heeft gedaan om Mark Velmaat binnen te halen. En we zullen zien hoe het gaat werken. Hij in de spits dus. Tot nu toe, alle oefenwedstrijden wat MVV gespeeld heeft, hebben ze met 3 spitsen gespeeld. Welke positie heeft jouw voorkeur daarin? Ja, de trainer kent mijn positie. Dus we zullen afwachten hoe het in de wedstrijden gaat allemaal uitkomen. Vrijdag de uitwedstrijd naar AZ toe. Verwacht je dat je aan gelijk meespeelt? Dat is even wachten. Ik denk ik moet opbouwen en zo. Dus vandaag had ik het een goede training voor mezelf. Ik had ook voor mezelf getraind in de tussentijd. Dus ik heb niet stilgezeten. Maar we zullen zien. En als de trainer tegen mij zegt dat ik vrijdag tegen AZ mee moet doen. En, dan ben ik er gewoon klaar voor om te spelen. Dus je hebt conditioneel geen achterstand ten opzichte van die groep? Nee, dat niet. Alleen, ik heb niet op het veld gestaan, dus dat is heel anders. Dus dat moet je gewoon rustig opbouwen en dan zie je wel wedstrijdritme. Oké, welkom. We wensen je veel succes. Bedankt voor het interview. Net zoals we tegen Nathan hadden gezegd, van je komt van Sparta af. Toch wel een beetje een verrassing dat je hebt gekozen voor een Maastrichtse. Ja, weet ik niet. Ik vind MVV gewoon een hele mooie club. En ik hoefde niet echt lang na te denken om naar MVV te gaan eigenlijk. Dus het was al redelijk snel rondgekomen. Je kent natuurlijk ook een aantal jongens. Je hebt met Sjoerd bij Helmond gespeeld, met Nathan bij Sparta. Heeft dat ook een doorslaggevende keuze voor je gemaakt? Ja, natuurlijk. Ik heb met de jongens gesproken en die waren hartstikke positief over de staf, over de spelers, over de club. Dus dat heeft wel meegespeeld, ja. Je bent nu bij de club. Je hebt ook nog niet mee getraind, zover ik weet. Wat is je eerste indruk van MVV nou na de persdag? Ik heb vandaag meegetraind voor het eerst. Dus dat was gewoon een lekkere training. En ik moet zelf gewoon zorgen dat ik fit word. En dan gaan we het zien hier bij MVV. Vorig jaar 25 doelpunten gemaakt. Verwacht je die aantallen dit jaar ook weer te maken? Ik heb vorig jaar geen 25 doelpunten gemaakt. Nee. Okay, 25 wedstrijden. Okay. Sorry, mijn foutje dan. Wat verwacht je van je seizoen hier? Ja, ik hoop dat ik veel ga spelen, goed ga spelen, belangrijk ben voor de ploeg en mijn goaltjes mee ga pikken hier. Dus daarvoor ben ik een beetje gehaald, denk ik. Nou, je hebt vrijdag de oefenwedstrijd tegen Lierse gezien. Wat was daar je indruk van de ploeg? Ja, nog even wennen natuurlijk ook aan elkaar. Het was de derde wedstrijd voor mij voor de jongens. En je merkt gewoon dat er nog wel een paar automatismen in moeten komen. Maar ik denk dat het allemaal goed gaat komen met MVV. Vrijdag spelen jullie uit bij AZ, bij hun. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, dat wordt een hele moeilijke wedstrijd. Het wordt heel moeilijk voor ons. Ik bedoel, hun zullen wel veel het spel gaan maken. Wij moeten hopen op counters misschien en zelf ook af en toe proberen dominant te voetballen. Maar dat zal niet makkelijk worden. AZ is gewoon een hele goede ploeg. En, het is gewoon belangrijk dat je gewoon conditioneel gewoon goed erop staat en lekker minuten pakt in de benen. En dan, MVV heeft een oefenwedstrijd wat ze tot nu toe gespeeld hebben, 4-3-3 gespeeld. Ze hebben een doelsaldo van 11 voor, 2 tegen. Wat verwacht je van jouw positie binnen het elftal? Ik hoop dat ik lekker in de spits mag gaan voetballen en dat ik daar de nodige goals ga maken. Dus daarvoor ben ik eigenlijk wel een beetje gehaald, denk ik.